Ik denk dat we heel goed gestart zijn. De eerste 30 minuten hebben we de bal in de ploeg, we creëren wat kansen. En dan leek vorige week een beetje komt die 1-0. En dan zie je dat het niveau een beetje naar beneden gaat. En ik denk dat we gewoon een beetje karakter missen. Als we een goal tegenkrijgen, zie je dat gewoon een beetje alles gaat naar beneden. Kwaliteit en ook mentaliteit. Dus we gaan heel hard moeten werken. En volgende week komt er een nieuwe wedstrijd. En die is heel belangrijk thuis. En we gaan een reactie moeten tonen, denk ik, voor onze supporters. Ik denk dat je gewoon ziet dat we niet echt ons spel kunnen spelen als we dan een goal tegenkrijgen. En dat was ook een beetje vorige week zo. En ik denk dat we gewoon nog meer gaan moeten werken en ook de kansen die we krijgen gewoon goed afmaken. Een 6-punten-wedstrijd is al een belangrijke wedstrijd voor ons. En als we die kunnen winnen, kunnen we terug op de goede weg gaan. En gewoon veel meer met karakter starten. Gewoon direct aan de bal en zonder bal ook gewoon in de duels gaan. Vandaag was het iets minder, vind ik. Zonder de bal waren we niet echt scherp in de duels. En ik denk dat we juist tegen de futures dat echt moeten hebben in ons spel. Gewoon direct in de duels gaan en aan de bal sterk zijn.